Ik ben Jovenaar van Moski. Ik ben een man met een wijde blik en veel verschillende interesses. Na mijn sportopleiding, waar ik jaren heb gewerkt, heb ik acteeropleidingen gedaan en ben ik gaan spelen. Ik geniet enorm van het spelen van personages, omdat ik mezelf daarin ontdek. Door de inhoud, maar ook door de emoties die het in mij oproept. Tijdens mijn theaterdocentopleiding heb ik geleerd om het te onderzoeken. Ik heb een ego-document gemaakt met een Duitse collega over zijn nazi-opera en mijn oma die in het verzet zat in Amsterdam. Het psychologisch stuk Speeldrift van Judith C., wat gaat over nihilisme, chantage, heb ik bewerkt voor mijn eindvoorstelling. Als theaterdocent probeer ik mijn spelers inzicht bij te brengen in de menselijke gedragingen. Empathie op te roepen en zelfverzekerdheid bij te brengen. Hier en daar doe ik een presentatieklus en laat ik mijn spraakwaterval vloeien. En zoek ik samen met de mensen de humor op. Tijdens de theateropleiding kwam mijn camera-skills goed van pas en werden ze uitvoerig toegepast in diverse projecten. Toneelregistraties, kortfilmpjes en zelfs voor festivals werd ik gevraagd om te draaien. Ja, het voelde als een soort van sport om de blaadjes te schieten en de juiste apparatuur hoorde daar natuurlijk ook bij. Met pijn in mijn portemonnee. Als een levenslustige autodidact ben ik mij gaan ontwikkelen op camera- en montagewerk. Zo kwam de viral gaande lipdubs bij mij op schoot, die ik steeds beter begon te filmen en te regisseren. De lipdubs werden videoclips en in mijn vriendenkring kwamen ook de muzikanten ineens naar mij toe met de vraag of ik hun optredens wilde filmen. Van Nielson vroeg mij of ik zijn leerlingen twee keer per jaar kon voorzien van een videoclip voor op YouTube in plaats van de gebruikelijke optredens. Ik ben nieuwsgierig naar de wereld en heb via mijn vader de Macedonische cultuur meegekregen. Dit inspireert mij weer om een documentaire te maken over dat stukje Macedonië in mij, naast dat van die nuchtere Hollander met zijn rationele kanten.